Op zijn 8e ontdekte in Duitsland het instrument van zijn leven, de accordeon. Omdat het niet echt een stoer instrument is, begint er eerst met urgeles. Toen wist hij wellicht nog niet dat er zou uitgroeien tot een van de beste accordeonisten van de wereld. Daarnaast speelt er nog vele andere instrumenten, zinker en is er ook producer. De gast van vandaag is... Trent van Enkevoort wordt op 16 januari 1970 in Zevenum geboren. Hij woont nog steeds in datzelfde dorp met zijn partner Danielle. Trent heeft een hekel aan wachten, kind genieten van het tot stand komen van een muziekstuk en geeft geer skiën en hardlopen. Muziek is voor hem een bepaalde verslaving en hij is trots op wat hij met Rauwenijzen heeft bereikt. Speed is altijd verleden tijd, volgens de muzikant. Zo loopt het leven. En als voor Trent van Enkevoort echt zouden kennen, zou verwijten dat... Dan zou ze weten wat zijn favoriete drankje was. Van harte welkom, Trent van Enkevoort. Het is wel een mooie antwoord. Want nou uit van nog een antwoord. Nee. Wat is die favoriete drankje? Nou, dat is heel graag. Dat is eigenlijk een meidendrankje. Maar dat is Aperol Prosecco. En hè? Ja, dat is dat ik kom er maar net vanaf. Mensen dat? Ja, meen ik eigenlijk. Verslaving? Ja, het is geen verslaving in de trant van alcohol. Maar ik heb dat voor een jaar of 4 terug een keer in Italië geproefd. En de mengeling van Prosecco met de bitter van de Aperol. Ja. Dat vond ik zo lekker. En nou, als ik bijvoorbeeld op vakantie gooi en ik ken het ergens krijgen, dat is het eerste drankje wat ik drink. En dan begint voor mij de vakantie ook. Oké, maar dus niet zo toestond in de ijskast. Toestond ook, ja. En dan? Dat doet me terugdenken aan die vakantie toen, waar ik toen was. En dat ik dat verder eerst keer dronk en dat ik dat vond. Dat vond ik zo lekker smaken. En dan drinken ze zich niet mee gaan dan? Dat is een muziek. Ik heb wel alles gedronken, maar dat duft me mijn drankje wat ik altijd keer drink. Maar wie zit dat? Een stoere band is Rauwenijzen. Stel ze dan ook met die? Nee, ik ben gewoon een pilsje. Ja, ik ben niet zo'n bierdrinker. Niet? Nee, steeds minder eigenlijk. Hé, dat is vreemd. Ja, dat... Of vreemd, dat zou ik wel verwachten. Nou, ik heb meer iets met wien. Een goede wien vind ik lekker. Ieder als bier. Ik drink het wel en geregeld, maar als ik echt een keuze heb dan, en ik heb een goede wien drinken of een goed pilsje, want Limburg heeft een paar hele goede bieren. Absoluut. Maar dan geeft mijn voorkeur de nacht uit aan een lekkere wien. Ja, maar Aperol Prosecco, dat is voor Trent de favoriet. Dat werd natuurlijk ook eerder rein, dus overal moest ik keums met die twee flessen. Oh, Geert, Trent, ik zoek Wilhelmus, Johannes, Gerdus. Dat zijn die drie namen. Hoe komt Trent vandaan? Nou, het leuke is dat Trent eigenlijk totaal geen naam is. Hey. Nee. Maar Trent komt eigenlijk af van een Nederlandse woord Pieter. En dat was mijn opa. En Pieter, dat woord in Limburg, wordt Pieter Petran. Ha. En door de afkorting van Petran, dat woord werd Trent. Dus mijn familie, dat waren er allemaal van Trent. Dus mijn vader had Jan met de voornaam. Ja. Mijn broer had Peet. En ik had eigenlijk William. En bij ons wordt in Derpen dat gezegd van Nessie. Jantje van Trent. Peet van Trent. Mm-hmm. Wim van Trent. Ja, en dat is al heel lang geleden ontstaan. Toen ik 4 jaar was. Oh, dat is er een van Trent. En toen ben je ook immer Trent. En dat... Ja, en ik moet zeggen, ik vond de naam William, dat vond ik... Ik snap het wel, want dat is een afkorting van van ons mam en vader, van Willem. Maar ik vond William, ja, dat was toen een tijd in die 70er jaren ook wel, misschien wel modern. We maken er William van. Ja. Maar dat heb je niet zo kunnen wennen. Ik vond Trent eigenlijk wel leuker. Want ik heb het op de MAVO, toen ik er kwam, toen was de Engelse leraar, die kwam naar me toe en zei, William van Enkevoort. En toen ben ik naar de leraar gegaan en ik zeg... Als ze me een plezier wil doen, dan zeg maar voor Trent in plaats van William. Dus, en vanaf de tijd heette me altijd Trent genoemd. En iedereen, mijn kameruim, mijn... De ondertekent toch alles met... Ja. Ik behalve officiële stukken. Stukken, maar zo, behalve mee op straat. Bij mee op straat, dan noem je nog iedereen William of Wim. En dat is alleen bij mee op straat. Dat is zo raar. Dan ging ik vroeger op met mijn bolkerken en met het fietsje naar school. Ja. En dan, William. Maar voor de rest in de zee zit iedereen. En trouwens, overal zeggen ze allemaal Trent. Maar het is eigenlijk geen naam. Het is gewoon een afkorting van Pieter. Goh, mooi verhaal. Ja.
Ik zag, hij is al vroeg een passie voor een accordeon. Ja. Alleen, dat wordt toen niet sexy. Had ze ooit kunnen denken dat het wel zo sexy wordt? Nee, dat heb ik nooit gedacht. Dat heb ik, zo wie het was ik ook niet. Maar toen ik het instrument zag, toen was ik er wel meteen verliefd op. En ik, daar was iemand zo aan het spelen en ik koos een... En hoe was dat? Weet je dat nog? Dat was een Eifel, in Eichenbach, in de Eifel in Duitsland. Daar was ik met mijn elders op vakantie. Ik was 8 jaar. En daar speelde iemand accordeon. En de ganse zaal deed mee. Dat vond ik zoiets iets moois. Dat de mens met één instrument de ganse zaal mee kreeg. En de accordeon, die was van het hotel. Dus die stond daar dagen na. Mm-hmm. Dus de dag erna, ja, toen was ik het wel. Toen heb ik die accordeon stiekem gepakt. Toen ben ik naar mijn kamertje gegaan, mijn hotelkamertje. Echt hoor? En toen ben ik gaan spelen. Ik deed bij mijn tante, die had een piano. Dat deed ik soms met ene vinger soms wel wat. Ik weet nog, by the rivers of Babylon, dat deed ik proberen. Maar dit accordeon, dat ging op een of andere manier dat ging heel goed af. Dat kost een gelegenheid met dat het ligt me een mooi instrument. Dus, ja. En ik vond wat de oet kwam, ook dat instrument op de boek gooien. En de klank heb je niet alleen voorhoed, maar je komt ook achterhoed. Dus als een gitaar, als de vastpakt, dan de body van de gitaar. Dat heb ik precies met de body van de accordeon. Dat vond ik zoiets moois. Dat heb je nooit meer losgelaten. Ja, maar dan is de vakantie is dan voorbij en dan is mijn papa man geweest naar huis. Ja, en toen was het echt, toen gingen er een paar weken overheer. En toen, op een gegeven moment was er een accordeonbouwer in de Kroenenberg. Dat was Never the Derbios. En die verkocht accordeons. En dan heb ik de eerste accordeons, een heel klein dingetje, van voor 24 gulden gekocht. Want papa en mama hadden wel zoiets van, voor gewoon zorgen dat ze ook erop kunnen spelen. Ik kreeg al, toen ik 6 jaar was, een gitaar. En ik was er al, ik was wel altijd met muziek bezig. Dat interesseerde me gewoon. Dat, bij mijn tante, het was misschien ook 6, 7 jaar. Ik zat altijd in de B-kamer op de piano te knungelen, zeg maar. Is dat een muzikale familie, hoe zo het komt? Nee, totaal niet. Helemaal niet zelf? Nee, helemaal niet. Nee. Maar wel stimuleren dan? Ja, dat stimuleren... Jawel, ze vonden het prachtig. Mm-hmm. Vooral de Noord, toen ik 12 jaar was, toen ging ik belofte spelen. Belofte en partijen en ik merkte wel een soort van trots bij mijn elders dat ik ook werd. De zaal gaan ze die bespeulen. Want dat was mijn ding. Dat heb ik in een Eifel gezien van... Hey, het kind. Die ene mens bespeulde de ganse zaal. En de ganse zaal het plezier en ze maken lol. Nou, dat moet ik ook. Dus toen ik 12 jaar was en ik deed dat... Ja, dat was papa en mam die vonden dat fantastisch. Want die kregen dat natuurlijk te huren. Van, oh, wat doen we William dat toch goed? Dat is zo voor een trend. Dus, ja, dat, ze hebben volgens mij ook wel goed gezien dat ik daar wel of aanlegvrij, mm-hmm. talentvrij, en dat ik het vooral heel graag deed. Dat, maar ik kreeg wel lesnummer aan? Of ja, ik ben met, met de 11 jaar of de 10 of de 11 jaar ben ik naar de muziekschool gegaan in Hoos, met mijn accordeon. Ja. En toen zit de leraar, ja, Trenke zei, dan moest je geen accordeon pakken. Dan moest je nog keyboard pakken. Keyboard of orgel. Mm-hmm. Dat was toen heel erg in die 80er jaren. Want iedere familie heeft wel zo'n orgel, zo'n groen ding in de kamer stond. Mm-hmm. En dan ben ik er verder gegaan. Dus daar heb ik altijd op geleerd. Op het orgel en met alles erop en eraan. Maar in trekzak, die bleef altijd zo'n beetje... Die bleef er altijd een beetje bij. Ja, ja. Altijd een beetje bij hangen, zeg maar. Als er ergens een feestje was, dan zeiden ze altijd van... Tren, pak dit trekzak eens. Dus, en dan... Daar koos ik het altijd maken, altijd. Dan... En dan ook geen angst of faalangst? Nee, ik heb altijd gezegd... Dat ding pakken en... Nee, ik heb altijd gezegd van... Vroeger had ik meer zin met een mechje uit te gaan, zeg maar. Ja. Als op een podium voor Doesman stond. Dat deed men in zoveel. Dat vond ik leuk. Niet om die aandacht uit te zoeken, maar iets te doen. Dat mensen gingen lachen, dat mensen goede zin kregen. Dat mensen met goede zin naar huis gingen. Ja, precies. Maar wie waren dat? Want we zitten in die leeftijd, de jongstjes, ze voetballen allemaal. En ik heb trainen met... ik heb ook gedaan. Ik heb gevoetbald en gejudo'd. En Jos Toes was op een gegeven moment ook wel een beetje de afspraak van, we gaan niet alles doen. Hè. Dus, maar toen was wel zo iemand steeds aan het leefst op alle fronten. Ja, ik denk dat mijn vriendjes deden allemaal voetballen. Dus ik ging maar bij voetballen. En
En een buurjongsje ging een keer bij judo, dus dat heb ik ook een keer geprobeerd. Okay, ja, ja. Maar ik dacht dat judo dat een oorlange putje rulsen was. Ja. Maar dat was het dus niet. En voetbal heb ik best wel lang gedaan, maar op een gegeven moment was dat niet meer te combineren met bijvoorbeeld Friedrichs en Salters, die ik dus altijd muziek maak. Ik speelde op die broelofte. Dat was met de NK's? Met de NK's, ja. Met de NK's. Ik was toen... Ik ben met de 11 jaar op Goes. Toen kwamen er twee van zo'n, ik zeg al snotjongen. Ja. Kwamen we binnen met twee man. En dan mijn vader brak ons altijd. En haalde ons altijd. En dan vroeg het broedspaarduk zat van, als het geen orkest? Dan zei hij, ja. Dus ze wisten niet, de naam hadden ze geboekt. Ja, zei hij, wel, ergens werd gehuurd. Maar, het, ja. Maar dus op een gegeven moment heb ik die keuze ook gemaakt. Dat koos ik niet combineren. Want ik zat er s'nachts, dan lag ik dus duk, of in het weekend... Dat je een drijfveer over in bed. En dan kan ik net smergens weer andere dingen genomen. Dat ging niet. Dat was niet te combineren. Ja. Maar ik moest dat natuurlijk naar school en alles. Dus, ja. Maar dat ja, wil die zalenplaats spelen op de hele leeftijd, dat moest natuurlijk populair zijn geweest. Weer, ja, aan de populair, kant, ja, het he? Was op een gegeven moment wel een ding. Dus mensen in de omgeving zeiden van ja, maar alle meisjes van 7 die dachten van dat trend, dat vind ik toch wel leuk. Ja, toch was ik toen eigenlijk niet zo veel mee bezig op ieder geval manier. Nee. Muziek. Als ik mensen koos vermaken, ik moet het twee keer in de week doen. Ik moet het twee keer in de week optreden van mijn elders. Dus oké, dat wordt gelimiteerd dan? Ja, vrijdag en zaterdag. Ja. Of dan een zondagmiddag. Maar niet zondagavond, want ik moest maandag naar school. Dus ja, dat snap ik achteraf ook heel goed. Dus, ja. Ja, maar ik heb het tot mijn 17e gedaan. 17e, ongeveer 18e. Echt twee keer in de week. En dus lekker centjes verdienen. Ja, ja. En die worden wel geïnvesteerd in nieuwe instrumenten? Of deals, deals. Maar het is ook, toen ik 17 jaar was, toen kregen we mensen ook het oud gewoon te pakken. En er gebeurde veel in de familie. Mijn vader kreeg een heel ernstig ongeluk. En op mensen kreeg ook het gevoel dat ik wat in moest halen. Ja, dat achteraf heb ik soms gedacht van, ik moet nou inhalen. Want ik was dus elke vrijdag en zaterdag was ik weg. Ja. Was ik spullen. En mijn vrienden, mijn kamerui, die gingen uit. Mm-hmm. Dus ja, dat heb ik er nou echt heel ruimschoots ingehaald. Maar over de grens dan? Want dat nou, niet over de grens. Nee, ik heb geen rare dingen gedaan. Maar gewoon, ik ging heel veel uit. Ik ging heel veel uit. Mijn school, dat mislukte en allemaal. En daar kwamen ook deels toch... Door misschien foute beslissingen van allemaal partijen. Dus, maar ik heb iets van, nou gooi ik een tijd lang feesten. En toen heb ik toch ook... Helemaal op los gefeest? Ja, los gefeest. En toen was het geld ook zo op. Ja, ja oké, dan is het inderdaad. Ja. Met die leven tot vandaag stijd in tijken van muziek. Ja, ja. Studie, jammer. Ja, mijn studie was een beetje een ding van... Ik moet naar het conservatorium gaan. Dat was toen ik 14, mm-hmm. 14 jaar was. 15 ongeveer, in die leeftijd. En mijn, dus ik zat op de MAVO en dan moesten doorstromen naar de HAVO. En dan moesten alle talen pakken, geschiedenis en muziek. En zoals ze van de HAVO door kunnen naar het conservatorium. Mm-hmm. Toen heb ik die keuze gemaakt. Toen ben ik van de MAVO naar de HAVO gegaan. Dat ging allemaal perfect. En tot het moment dat mijn muziekleraar zit van bijvoorbeeld van... Ja, zit de trend. Die kent makkelijk naar het conservatorium. Alleen als je er vanaf komt, dan kun je zich met 10 WB in, want er is geen werk in te krijgen. Ja, dat en dat beïnvloedde zich in de keuze? Ja, beïnvloeden, maar gewoon, misschien was het ook wel een rood geven, hè, van goed bedoelde rood, dat de muziek die eraan hoeft. Maar ik kwam naartoe en mijn vader en moeder hadden een tuinerie, of een bloemisterie, ja. met tuinerie erbij. Dus dat was al heel werken. Dus ik kom toes ik zeg ja, ik heb die keuze gemaakt om naar het conservatorium te gaan. Maar als ik er vanaf kom, dan kom ik mee voor de WW. Ja, dat mijn elders hebben het altijd heel erg gestimuleerd, muziek mm-hmm. maken. Maar dat was wel een beetje een rare... Ja, want dan komt die mentaliteit van bij jeugd naar boven. Ja, heel werken. In Limburg van, precies, dan moet gewerkt worden. Dan moet gewerkt worden. Op de plank. En... Ja, op een gegeven moment zag ik alles, ik zag het ook helemaal wegzakken, ook dat conservatorium. Dus omdat het eigenlijk een megeer was, een beetje van, ja, dan moest ze wel een studie doen, ja. Was ze later iets in kens doen. En toen heb ik het ook laten varen ook, want toen zei ik, toen dacht ik van, dit is geen goede keuze voor mij. Maar we zijn er niet zo reinig van, hè? Is dat zo, die passie, zo de muziek? Ja, op dat moment, er gebeurde heel veel in mijn familie, mijn vader, ik zei, ik kreeg een ernstig ongeluk. En wij hadden toen een bedrijf, een mm-hmm. mysterie, wij hadden een bloemisterie in...
in Zevenum en in IJsden. Ja. En toen moesten ook wel alle zeilen weer bijwerken zaten voor dat bedrijf draaien het hooi. Dus dat hebben mijn broer en ik. Dus en je ging meteen erin. Ja. En toen kwam dat eigenlijk in een beetje naar de achtergrond. Ja. Dus ik deed nog wel op die boel of te spelen en alles. Maar dat ging eigenlijk helemaal mis. Dus maar het verhaal was het dat ik in het begin een keuze had gemaakt. En dat ze zei van ja, de kan ze door, maar dan is er geen werk. Nee, precies. Dat, wat zoeten ze er dan even? Achteraf. Ja en nee. Ja, dat is soms ben ik heb soms wel wat spijt dat ik geen conservatorium heb gedaan. Want de ganse muziek leren en arrangeren en allemaal. Dan moet ik bijvoorbeeld nu 2 dagen over doen. En nemen ze er echt voor geleerd tijd en doet er een dag over. Bijvoorbeeld. Als ik moet arrangeren. Dus, alle dan partijen, zou tijdwinst in de lijn. Dat zou tijdwinst zien. Maar het andere is dat ik... ik heet er laatst met een goede vriend over die dat wel gedaan heeft. Van, je zet dit dus alles op gevul. Dus alles juist op een... op het gevul. En bij mij, ik ben naar het conservatorium geweest, en bij mij is alles erin gestampt. Ja. En daardoor kan ik heel moeilijk boete een huksje denken. En ik denk met muziek, maar ze vooral boete een huksje denken. Ja, creativiteit toch? Ja, dat is dat ben ik blij dat ik dat niet gedaan heb, het conservatorium. Maar ik heb natuurlijk achteraf wel 4 jaar lang willen overspoeld willen worden door allemaal muzikale ideeën. Dat heb ik wel... Dat is toch een... Er zit een stukje gemisbruik dan. Ja, dat is ook wel... Als jong opgruis en 4 jaar lang zoiets kan doen, of 4 jaar, bijvoorbeeld hoe lang de opleiding is. Maar niet om te kunnen zeggen van ik heb conservatorium gedaan, in plaats van ik ben een autodidact bij wijze van spreken. Ja, autodidact, ik ken noten lezen allemaal. En, maar het goede voordeel is dat gevoel. Ik ga altijd mijn gevoel hebben. Ja. Ik heb ooit een keer met een producer moeten werken en toen kwam er een klarinet solo. En ik weet niet precies wat het was om hem door een mandoline bij te zetten. En toen zei hij, dat ken het. En toen ben ik zo kwaad geworden. Hè, omdat ik snapte dat niet koos. Dat snapte ik niet. Want dat ken het in de muziek. Dat iemand zegt van, het ken het een mandoline bij een klarinet bijvoorbeeld. Ja. Want dat zeggen ze zo. Ja, dat zeggen ze zo. Als we dat gaan doen, dan hou je maar op met muziek maken, want dan is alles al gedaan. Want juist de muziek is dukweg nieuwe dingen doen. Juist moeten die lijntjes trekken. Dus, maar wist zich dan eens, draait ze zich dan om en denkt ze van, bekijk het maar? Nee, toen dit, maar ik koos het niet begrijpen wat die man zei. Want dat was dan een geleerde man. En, ja, ja. en, maar dat koos ik, tot op vandaag kijk ik dat nog niet begrijpen van die mens. Nee. Dat blieft, ja. Ja. Heb ze nog eens ooit met de onderwijzer gepraat? Wat toen zei van, dat is geen droog brood. Ik heb nog wel soms gezien. Ja. Dus, maar ik bedoel... Maar het was wel goed advies. Want, ja, want toen was ook wel een hele slechte tijd en allemaal. En, tuurlijk. En die mensen, de onderwijzer, mijn muziekleraar, die heeft er alles aan gedaan om me goed neer te zetten. Ja. Dat weet ik heel zeker. Dus, ja. Ja, dus ik weet niet goed of er een speed van heb of niet. Nee. Ik zit altijd een beetje in die weegschool. Ja, precies. Ik heb zich wel even voorstellen, zo'n muziek. Nee. Heb zich wel eens gerealiseerd van dat we ook zou kennen dat het een instrument is? Ja, het enige moment dat het zou kennen, is dat ik durf zou weren. Bijvoorbeeld? Maar voor de rest niet. In handen? Ja, maar dan zou nog altijd op een andere manier muziek. Het is een muziek in het cupken, hè? Dus het is niet alleen in handen, maar het is ook... mijn vriendin zegt soms van dat ze er knettergek van wordt, want ik heb op... 3 plaatsen in de hoes heb ik muziek aan staan. Dus waar ik elke ruimte waar ik een loop. Iets andere muziek. Ja, dus dat met me te loesteren. Ik doe dat heel onbewust. Ik weet het zelf net. Ja. Maar soms zijn mijn vriendin van, nou, zo hele radio uitzetten. Ja, precies. Zo van het nog. Dus ja, dat gaat heel onbewust. Maar zolang ik ook muziek kan loesteren. Mm-hmm. En je is ook tof van genieten. Want dat is uiteindelijk wat het draait. Ik maak muziek en ik vind het helemaal geweldig, maar uiteindelijk is ook aan de loesteraar van dat hij van hetgene wat ik maak, dat hij ervan geniet. Tuurlijk, want als je mag zo gaan en wilt naar loesteren, ja, dan kan ze het nog voor zichzelf doen. Maar dat daarom, is een dus, ander, dus, ja. Dat zou alleen weer als ik durf weer. Maar dat lijkt me,
dat liet me echt aan. Hè. Ik bedoel, als dat zo die lijven beheerst, dan zou ik gewoon panisch worden. Als ergens gaat de hel op mijn oren komen. Of gaat met mijn vingers in de tuin werken. Ja, dat waar. Ik let altijd, met dit let ik wel altijd heel erg op. Dat is automatisme geworden. Ja, dat is automatisme. Toen ik met Rowenijs net doorbroken bijvoorbeeld. Toen werd ik nog in de bakkerie. En hij zei van zo'n grote waltse waar het deeggemak moest weer. Ja, daar ging ik niet in. Dat, en ik moet zeggen, nog altijd, als ik met mijn vader samen iets aan doen ben, dan zit dus pap, als het met de hand gebeurt, Wim, dat doe ik wel. Ja, ik wil er wel een beetje voor oppassen, dat wel. Maar dat is meer van de automatisme tegenwoordig, dat ik daar wel mee, ja, wel voor uitkijk. Ja. En op die plek in Hoes, vooral verschillende muziek, is dat een... Of varieert dat van dag tot dag met stemming? Nee, dat heb ik boven de radio aanstaan en in de keuken zit. Maar wat loesteren ze dan? Ik loester echt, dat is alles? Ja, ik ben nou weer Radio 3, dat hoor ik heel erg in de gaten op een of andere manier. Want soms zeggen ze van, als ze ooit wist, dan is ze van Radio 3 naar Radio 2. Oh ja? En ik kreeg steeds meer ASM en ik ben steeds meer benieuwd van, wat, van ook van jonge muzikanten, wat komt er wel uit? En mm-hmm. allemaal. Ja, dat bleef ik loesteren. En dan ga ik daar mee. Ik heb de studio in Hoes, zeg maar. En dan ga ik de studio in. En dan ga ik toch wel muziek maken. En dan huur ze overal muziek. En dan... Dat ik heb het zelf net door, laat het zo zeggen. Nee, het zit er gewoon in. Het gaat automatisch. Ja, en, Het gaat echt automatisch. Dus... mijn vriendin zei dat ook. Ja. Is hij ook muzikaal trouwens? Of ze zit absoluut voor net, ja? Maar ik vind dat ze heel muzikaal is. Ah. Ja, ze zingt tweede stemmen, ja, dat is gewoon echt... ze weet net dat ze zo doet, maar elk liedje wat op de radio is, zingt ze de tweede stem mee. Okay. Ik zeg, dat is knap. Maar ze zegt, ik weet niet wat ik aan het doen ben. Dus, maar ook weer op gevoel dus. Op gevoel. Ja, als precies. Ja. Als het iets zit er wie nou op? Als voor vergoed kieken. Heb ze nog een druim of laat ze alles op de gaaf komen? Wat zou ze nog heer? Ik bedoel, daar hebben ze met Flaco Jiménez gespeeld. Ik denk dat dat wel een van de mooiste dingen is die... Ja, ja, wat is die een droom? Mijn droom is eigenlijk dat ik zo lang mogelijk dit kan doen. En vooral op de manier hoe ik het nou doe. Dat ik ook vooral uit kan kiezen, dat ik mooie dingen uit kan kiezen. Waar ik ook zelf ook erg achter stooi. Ja. En dat er veel, gewoon ook nieuwe dingen mogen ontwikkelen. Dat blijft voor mij altijd, dat is bij mij het mooiste wat er is als er een muziekwerk of een nummer komt en het veld alles bij elkaar. Dat is voor mij het hoogtepunt in een opnameproces. Dan moet er gemixt weer en allemaal en dat vind ik dan natuurlijk niet zo belangrijk. Ja, dat is... Vooral of als een arrangement samenkomt, dat is... Als dat samenkomt en het klopt, dan ben ik... En niet in die boksen met de moesteroe en de motor. Ja, maar dan ben ik de gaten glazen gaan kieken. Dus dan is mijn missie weer geslaagd en ik hoop dat ik dat zo lang mogelijk kan blijven doen. Mooi. Met nog heel veel Aperols en Prosecco doen hier, toch? Ja, hopelijk wel. Mooi zo. Dankjewel, Tren, voor dit gesprek. En u, toes bedank ik voor het kijken naar deze aflevering van Hoogstpersoonlijk. Volgende week zijn we er weer. Geert er dan. Dag.